Welkom in de vesting Woerden. In 1672 werd Woerden opgenomen in de oude Hollandse waterlinie. De stad werd een vesting met dubbele grachten en wallen. Na 1815 verloor de vesting zijn betekenis. De wallen en fortificaties werden na 1880 geslecht. Vandaag maakt u kennis met de herinneringen aan dit roemrijke verleden. Woerden ligt aan de belangrijke spoorlijn tussen Utrecht en Rotterdam-Den Haag. Het in jugendstil uitgevoerde stationsgebouw van Woerden stamt uit 1911. Tussen 1993 en 1996 is het station gemoderniseerd, waarbij het bestaande gebouw weliswaar is gehandhaafd, maar toch enkele grote ingrepen werden gedaan. Bij de ingang is er een moderne aanbouw gekomen die een grotere toestroom van reizigers aan kan. De oude houten voetgangersbrug over de sporen is vervangen door een moderne versie. En de oude houten overkapping boven de perrons is ook vervangen. De deftige woningen aan de Oostdam zijn onderdeel van de oude stationswijk. In opdracht van de gemeente Woerden vervaardigde beeldhouwer Take Friso de Jong in 1986 dit bronzen beeld van drie schaatsers. De houding van de schaatsers is licht voorovergebogen en ze hebben de handen op de rug gevouwen. De maker heeft de bocht in de weg benut. Het feit dat ze tegen het verkeer inschaatsen geeft volgens de Jong een extra spanningsveld. Dwars door Woerden loopt de Oude Rijn met het oude jaagpad. Tot ver in de 19e eeuw was vervoer over water de snelste manier van transport. Met een jaagpad konden de boten, ook als ze geen wind in de zeilen hadden, toch varen als ze over dit jaagpad getrokken werden door paarden of mensen. Langs het jaagpad staan enkele voormalige kaaspakhuizen. In 1824 kocht Jacobus Bredius, notaris en burgemeester van Woerden, 7 hectare grond van steenfabrikanten. Het gebied bestond uit weiland, hakhoutbos en klei- en zandafgravingen. Ruim 140 jaar was het gebied in bezit van de Bredius-familie, die het landgoed uitbreidde, beheerde en verfraaide. Dankzij de inzet van de burgers van Woerden werd bebouwing in de jaren 70 voorkomen en kreeg het gebied zijn huidige inrichting als openbaar park met een omvang van 22 hectare. Het huis Reinoort staat op een perceel met hoge taxisbomen en beuken en vormt de entree tot het achterliggende Bredius-park. Het blokvormige witgepleisterde huis werd in 1863 gebouwd voor de Woerdense burgemeester Cornelis Jan Bredius. De oprijlaan wordt gemarkeerd door 2 geblokte hekpijlers met leeuwen die de wapens van de familie Bredius en van zijn vrouw Gijsbertie Hodepijl vasthouden. De Wilhelminabrug, naar zijn Parijse uiterlijk ook de Parijse brug genoemd, is in 1939 gebouwd als ontsluitingsweg van de toenmalige Nieuwe Vogelwijk. Hier krijgen we een goed beeld van de oude vestingwerken en singels van Woerden. De groots opgezette verdedigingsgordel was een onderdeel van de oude Hollandse waterlinie die in het rampjaar 1672 door de vestingbouwer Menno van Coehoorn werd bepleit. Woerden werd daardoor een moeilijk in te nemen vestingstad. De kracht van de verdedigingswerken werd echter nooit beproefd. De Van Kempensingel was vroeger de buitensingel. Aan de overkant van het water loopt het retranchement, een extra wal voor de verdediging van de stad. Op dit terrein staat de monumentale watertoren. Thank you.
De Joodse begraafplaats is aangelegd in 1856 en uitgebreid in 1880. In 2013 is de begraafplaats gerestaureerd. Boven de deur staat de tekst: Herleven zullen uw doden, ook mijn lijk. Opstaan zullen zij, ontwaakt en jubelt, gij die woont in het stof. Het voormalige stadhuis in neo-renaissance stijl dateert uit 1888 en deed dienst tot 1994. De gemeente Woerden wilde niet te veel geld uitgeven aan een nieuw stadhuis. Daarom kopieerde men de bouwtekening van het stadhuis van Noordwijk, maar dan in spiegelbeeld. Dit plagiaat veroorzaakte veel commotie en leidde tot de invoering van het auteursrecht op het architectonisch ontwerp. Het beeld Het Bruidspaar is een geschenk van de Nutspaarbank aan de stad Woerden ter gelegenheid van het 600-jarig bestaan. Het is onthuld op 22 mei 1969. De sculptuur verbeeldt een vrouw en een man, hand in hand. Maar ze lijken het niet helemaal eens te zijn met elkaar. De vrouw wil naar het stadhuis om te trouwen, de man wil naar de bank om te sparen. De haven van Woerden is ontstaan na de opheffing van de Oude Hollandse Waterlinie. De rand van de oude stad veranderde ingrijpend toen de wallen en vestingwerken werden afgebroken. Aan de haven, die aanvankelijk dienst deed als losplaats voor vee en kaas, werden vanaf 1890 voorname huizen gebouwd. De koe van Woerden is op ware grootte in 9 maanden uit India's graniet vervaardigd. Een koe is onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis van Woerden. Het beeld van de vriendelijke koe verbeeldt ook de agrarische positie van de gemeente Woerden in het Groene Hart. In Woerden staan nog oude kaaspakhuizen. Kenmerkend zijn de diefijzers of tralies voor de ramen. Het arsenaal stamt uit 1762 en heeft tot 1970 dienst gedaan als militair magazijn, waar eeuwenlang het militair geschut voor de Oude Hollandse Waterlinie werd opgeslagen. Nu zijn het Stadshotel en restaurant Van Rossum in het Rijksmonument gevestigd. Elke woensdagochtend luidt hier, naast het arsenaal op de Hoge Woerd, bij voldoende aanvoer de kaasbel. In 1925 werd de kaasbel geplaatst op de Nieuwe Markt, ter herinnering aan het 500-jarig bestaan van de kaasmarkt. Op de kaasbel werd aangegeven hoeveel kaas er was aangevoerd en wat de prijs ervan was, en ook wat de aanvoer en prijs de dinsdag ervoor in Bodegraven was geweest. Woerden en Bodegraven waren de twee grote concurrenten. Het overgrote deel van de kaas uit het Groene Hart werd hier verkocht. De voormalige kazerne is in 1790 gebouwd in het kader van de versterking van de Oude Hollandse Waterlinie. Stadhouder Willem V was in 1787 door de Staten van Holland buitenspel gezet. Hij moest naar Nijmegen uitwijken. Om te voorkomen dat de prins met behulp van een leger zou proberen zijn positie te heroveren, werd er besloten de grenzen van het gewest Holland met Woerden als centrum extra te versterken. Het kazernecomplex is na 1997 verbouwd tot woningen, winkels en horecaruimte, waarbij het casco van het gebouw geheel bewaard is gebleven. De Petruskerk is een laat gotisch gebouw uit de 15e eeuw.
In het rampjaar 1672 is de kerk gedeeltelijk afgebrand en weer hersteld in 1673. De kerk is tussen 1980 en 1983 volledig gerestaureerd. De kerktuin was in het verleden de begraafplaats van de Peterskerk. De tuin is een rustpunt in de stad. In het ontwerp voor deze inrichting is de Romeinse, middeleeuwse en de tegenwoordige tijd bij elkaar gebracht. De grens van het Romeinse castellum is zichtbaar gemaakt met een natuursteenbal. Het stedenhuis, het Stadsmuseum Woerden, is gevestigd in het voormalige stadhuis van Woerden. De bouw van dit historische pand gaat terug tot het jaar 1501. Het bestond toen nog slechts uit een benedenverdieping en een zolder en was uitgevoerd in een laatgotische stijl. Met het instellen van de vroedschap in 1602 ontstond er ruimtegebrek. Waar liet je een 24 leden tellend college vergaderen? Daarom werd het stedenhuis omstreeks 1610 uitgebreid met een eerste verdieping in Hollandse renaissance-stijl. Hier kwamen werkvertrekken en de vroedschapzaal. Aan de buitenkant kreeg het gebouw een trapgevel met in de top een beeld van vrouwe Justitia. De vroedschapzaal werd tot 1889 gebruikt als vergaderzaal voor de vroedschap en haar opvolger de gemeenteraad. Architect Modenaar mocht in 1895 Hotel Concordia ontwerpen als genoegdoening voor het plagiaat dat de gemeente Woerden in 1888 had gepleegd met het ontwerp voor het stadhuis aan de Westdam. Het monument Drukkers in Verzet is een bronzen beeld van twee naakte mannenfiguren, geplaatst op een sokkel van graniet in het rood, wit en blauw van de Nederlandse vlag. Het beeld houdt de herinnering levend aan de drukkers Jan en Gerrit Vergeer. Die drukte hier vlakbij 's nachts illegale bladen. In 1944 pakten de Duitsers hen op. In januari 1945 stierven ze allebei in kamp Siegburg aan vlektyfus. Het voormalig gereformeerd weeshuis in de Havenstraat is een rijksmonument. Het werd gesticht in 1604 ten behoeve van de huisvesting van Wezen en Oude van Dagen. De binnenvader met de bijnaam de Slintworm werd verdacht van gerommel met de weesmeisjes. Op een steenworp afstand werd hij hiervoor onthoofd voor het oude stadhuis. Het weeshuis is verbouwd in de 18e eeuw. De laatste restauratie vond plaats in 1933. Van 1910 tot 1975 was het in gebruik als bejaardentehuis. Nu functioneert het onder andere als kerkelijke tweedehands kledingwinkel. Het oude waterschapskantoor op nummer 30 heeft een rij prachtige tegelplateaus aan de gevel. Dit pand, Havenstraat nummer 39, is waarschijnlijk het oudste pand in deze straat dat in de oorspronkelijke vorm bewaard is gebleven. Molen de Windhond staat op een van de laatste stukjes stadswal die oorspronkelijk deel uitmaakte van een bastion, behorend bij de stadswallen van het oude Woerden. De molenberg is 5,7 meter hoog. In 1984 is de molen gerestaureerd en vandaag de dag is deze als korenmolen nog steeds in gebruik. De molen
is mede bepalend voor het stadsbeeld van Woerden. Het voormalige Franciscaner Middenbroedersklooster werd in 1899 in gebruik genomen. Vanaf 1920 was in het klooster het centrum voor missiewerk van de Franciscanenorde gevestigd. Leegloop van de orde leidde uiteindelijk tot de verkoop van het kloostergebouw aan de gemeente Woerden in 1978, waarna de functie kreeg van streekmuziekschool. Inmiddels is in het gebouw het theater en het centrum voor kunsteducatie gevestigd. De hoofdstructuur van het gebouw is grotendeels behouden. Het Defensieeiland is omringd door water. Oorspronkelijk huurde het ministerie van Oorlog het eiland, maar in 1921 kocht het ministerie de grond van de gemeente Woerden. Aanvankelijk werden uitsluitend houten gebouwen geplaatst. In 1999 werden de activiteiten beëindigd of verplaatst naar Soesterberg. Vanaf dat moment stond het terrein in Woerden leeg. Het terrein was tot dan afgesloten voor het publiek en alleen bestemd voor het ministerie van Oorlog. Eind 2005 kocht de gemeente Woerden het eiland weer om er woningbouw op te ontwikkelen. Delen van de gebouwen zijn vanaf ongeveer 2014 afgebroken om plaats te maken voor circa 200 woningen. Het noord- en middenterrein zijn inmiddels ontwikkeld. De zuidzijde is nog in ontwikkeling. Daar is gekozen om een aantal defensiegebouwen te sparen en in te passen in de nieuwe wijk. Horecagelegenheid De Wasserij verwijst naar de wasserette of ketelhuis, de vroegere defensiewasserij die in dit gebouw was gevestigd. Midden op het defensieeiland ligt het kasteel. Het kasteel werd in 1410 in betrekkelijk korte tijd gebouwd en domineert sindsdien de binnenstad van Woerden. Rentmeester Hendrik Hermans geldt als de eerste bewoner. Hij was kastelein en vertegenwoordigde de Brabantse hertog Jan van Beieren, bouwheer van het kasteel te Woerden. De slotgracht is lange tijd gedempt geweest, maar het kasteel ligt nu weer grotendeels door water omgeven op een schiereiland in de Singel. Het kasteel heeft vele bestemmingen gehad. Verdedigingswerk, militaire gevangenis, hospitaal, opvangkamp voor Ambonese, centraal kledingmagazijn van het ministerie van Defensie. Sinds 2007 heeft het kasteel gedeeltelijk een horecabestemming en is er mogelijkheid tot trouwerijen. Tegenover het kasteel staat de Bonaventura-kerk. De kerk is gebouwd in 1892 door architect Nicolaas Molenaar senior, een leerling van de grote architect Kuipers. Deze kerk geldt als een van zijn belangrijkste werken. Het is een kruisbasiliek in neogotische stijl, gebaseerd op de vroege Franse gotiek. Met de akoestiek van de kerk is er iets mis. De woorden van de pastoor galmen door de ruimte en weerkaatsen secondenlang tegen de muren. Gek worden de kerkbezoekers hiervan. In 1892 legde men deze begraafplaats aan. De klassicistische toegangspoort is een monument dat dateert uit 1830. Onder de begraafplaats ligt het 16e eeuwse bastion, het Holle Bolwerk, een onderdeel van de verdedigingswerken van de stad.